is de bondscoach van het golven. Die wil met jou een wedstrijdje doen. Twee handen, die slaat nu laag. Gaan we proberen iets meer omhoog te slaan, ja? Heel goed. Zie je, het gaat makkelijker, of niet? Ja. Ik denk voor golf, voor de sport in de breedte, voor de enthousiasme, voor de sport in Nederland is het heel positief dat Joost meedoet. En het zou natuurlijk geweldig zijn als hij medaille wint, maar ook al wint hij geen medaille, is het nog een ontzettende positieve impuls voor de sport dat Joost deelneemt aan de Olympische Spelen. En mensen die niet golven, die kijken hier ook naar op televisie en krijgen er een feeling mee. Waardoor de sport in de breedte gewoon groter wordt en hopelijk toegankelijk voor iedereen. Wind, regen, geen target golfbaan. Joost is extreem goede tee to green speler, alleen slaat de bal vrij hoog. En dan ben je dit soort banen een beetje in het nadeel. Dus ja, we moeten hopen dat nu het regen is eigenlijk het voordeel van Joost. Meestal waait het dan wat minder hard en dan kan hij wat meer birdies gaan maken. Joost is een hele ervaren speler. Hij heeft al veel grote toernooien gespeeld, veel meegemaakt. Hij heeft 4 keer gewonnen op het hoogste niveau. Dus zeker qua druk en spanning is Joost hier. Hij is heel weerbaar en hij kan er heel goed mee omgaan. En hij weet precies wat er voor nodig is om mee te draaien in de top. En een goed resultaat neer te zetten. Dus, ik verwacht dat hij ook, zeker in het weekend, dat hij nog van zich laat spreken. Nu jij. Als ik zijn coach zou zijn nu, na vandaag zou ik zeggen alle remmen los. En vol in de aanval. Weet je, of je 12e wordt of 24e wordt, dat zou mijn beleving niks meer uitmaken. Je gaat voor die medaille. Dus hij moet gewoon echt in de aanval. En hij is in staat om veel birdies te maken en een lage score te maken. Dus, en mentaal weet hij hoe hij dat moet doen. Dus dat moet hij in zijn voordeel gaan gebruiken.